zijn weg. Ze zijn weg. En dan hebben we het over de DDT. We hebben Roy Bakker in ieder geval meteen alweer aan de leiding. En op de tweede plek. Niemand minder dan. Oh jee, kijk dit nou. De regenkoning. Oh, het is Kroes die stilstaat. Hij wilde vandoor. Oh, wat shit zeg. Ja, dit is Dennis Kroes. Hij staat ernaast. Nou, dat kan zeker niet de bedoeling zijn. De master uit de groep. En ook de regenkoning, zoals we hem altijd maar noemen. Hij moet ermee kappen. Het is wat mee in de hand met de kart. Wil niet meer. Nummer 99, nummer 99. Will you be so kind to give your transponder back? Nummer 99. His driver and the team of Hugo van der Ham. Will you be so kind to give your transponder back to the organization? Thank you very much. Hugo van der Ham, of je ervoor kan zorgen dat jouw rijder nummer 99 zijn transponder zal teruggeven aan de organisatie. Daar is Roy Bakker. Roy Bakker met Max Timmermans. Timmermans, de Belg, de zoon van de horeca-gigant Ruud Timmermans, op een tweede plek. Menno van S op drie. Dan Imke Arts, Johnny van der Zanden op een eerste plek bij de Masters. De tweede is Richard Jut. Uitkomend ook voor Torrevliet Motorsport. De Wim de Ru is dan de derde bij de Master voor de Ru Ski Racing. Roy Bakker, hij is vandaag magistraal, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Hij is degene die toch ook binnen de kortst mogelijke keren op de CRG, op de producten van Tinini, de eerste plek bezet. Max Timmermans op een tweede plaats. Dan uitkomend voor Brand Racing met Menno van S op drie. En Imke Arts, de dochter van de Instra-man, de Instra bedrijfswagen inrichting de Instra BV al 20 jaar, de vertrouwde adres voor het inrichten van die bedrijfswagen. En die rijdt op dit moment op een vijfde plaats. We zien
We gaan verder. Max Timmermans. Max Timmermans is niet de snelste. Dat is Roy Bakker. En het is Dennis Kroes. Hij in de eerste instantie zag ik hem wel gaan. Even de kart omhoog. Ja, kart kapot. Ja, wel heel dik vet balen. Maar goed, voorlopig heeft hij wel al heel wat punten verzameld. Dennis Kroes in de Master Series van de DD2 bij de Chrono 2-takt Nederlandse kampioenschappen. Met de sponsoren vandaag ook was het weer KCL en ook was het weer Acer. Ook is het vandaag de dagsponsor geweest van Instra, de bedrijfswageninrichtingen. Imke Arts op een vierde plek. Lorenzo van Riet op vijf. Imke Arts ook uitkomend op CRG van CRG Holland. Dan is het Lorenzo van Riet uitkomend voor Peter de Bruin op de Maddox. En ook uiteraard voor Febo, een van Nederlandse of een van de werelds meest en mooist geautomatiseerde fabrieken. Waar de kroketten gemaakt worden en de snacks voor Amsterdam en vele omgevingen. Richard Jut op 10. Dan Wim de Ru bij de Masters op de derde plek. En hij staat dan algemeen 11 en derde bij de Master. Maar Roy Bakker is vandaag echt als een kogel. Gaat hij tekeer hier op Bergen bij de Nederlandse kampioenschappen van de Chrono. Officieel erkend door de KNAF. KNAF is de Koninklijke Nederlandse Automobielfederatie. Nee, KNAK. Nederlandse Automobielfederatie, zo is het. Zij zorgen voor de organisatie en de KNAK heeft hun aangesteld om de organisatie voor het racen te regelen. Roy Bakker, 1,7 seconden voorsprong op de tweede. En dat is Max Timmerman, uitkomend voor Brand Racing. Max Timmermans, hij is nog niet zo lang hoor in die DD2 te vinden geweest. En hij gaf ook aan gisteren, ja het is voor mij toch wel een redelijk probleem, een startprobleem. Dat heb ik nog niet gedaan met de DD2. En dan nu vandaag de snelste ronde draaien en ook op de goede en juiste manier en momenten te schakelen en ook de snelheid te houden. Het is Timmermans. Timmermans wederom met de snelste tijd. 46:6:38. Met Bakker. Timmermans Westerlaken. Lorenzo van Riet, de zoon van de Pim van Riet uit Castricum. En ook zijn vader doet in Van Riet Automobielen. En we hebben dan de PDB Max Maddox, waar Lorenzo op dit moment voor rijdt. Peter de Bruin, de man uit Vlaardingen, die ooit natuurlijk bij Brussel, daar werd hij wereldkampioen.
Roy Bakker. We hebben Roy Bakker aan de leiding en het is Max Timmermans 1,8 seconden heeft hij nog de voorsprong op Max Timmermans. En ik moet toch zeggen, ja, het is toch heel wat zeker vandaag hier Roy Bakker zo te zien bikkelen met een 1,9 seconden voorsprong op Max Timmermans. We hebben dan de derde man, is Rick van Westerlaken. Westerlaken met Johnny van der Zanden. Van der Zanden op 1 bij de Master. Oh, wat gaaf, ja. Johnny terug. En dan is het ook zo dat vandaag de 16 inschrijvers bij de DD2 hun inschrijfgeld goed gekregen hebben van de firma Dobla. En Arthur Dontje is daar de grondlegger van deze escapade. Nou, hartelijk dank ook namens de rijders Arthur Dontje. En ook natuurlijk KCL, oftewel Kart Centrum Lelystad. En Acer is de sponsor ook van de livestreaming met vandaag Instra, de bedrijfswagen die hier vandaag de sponsoring op zich genomen heeft als dagsponsor. Roy Bakker aan de leiding met Max Timmermans op 2 en op 3 is het Westerlaken. We gaan verder, maar het is Roy Bakker. Roy Bakker in de allerlaatste tijd, in de allerlaatste rondes. Daar is hij. Nou, toch echt, moet zeggen, magistraal hier vandaag. En ook Timmermans, niet mis te verstaan. Uitkomend voor prachtig mooi wat hij hier heeft laten zien. En ik kan niet anders zeggen, mijn complimenten ook voor onze Belg. Onze sympathieke Belg die vroeger alle wedstrijden ook hier reed bij de Chrono. Westerlaken op 3. 1, 2 en 3. Roy Bakker zal hier vandaag de hele volle winst naar zich toe trekken en krijgen. Nou, daar is hij dan. Het is Roy Bakker. Prachtig mooi hoor wat hij gedaan heeft. En dan vinden we daarachter Max Timmermans met Westerlaken. Lorenzo van Riet met Imke Arts. Chris Sterke, Johnny van der Zanden bij de Master. De tweede bij de Master is Richard Jut. En de derde Wim de Ru. Dan hebben we een vriendelijk verzoek. De eigenaar van de Alfa Romeo 31 Zandvoort Dirk Richard Nico. De Alfa Romeo eigenaar. Met het kenteken 31, Zandvoort Dirk, Richard Nico. Of hij zijn auto weg wil halen, want er willen mensen naar huis en die kunnen er niet door. We hebben ook een eigenaar van een Mitsubishi, kan ook de leasemaatschappij zijn.